Welkom bij de uitlegvideo van Suspect. Suspects is een spel voor 1 tot 6 spelers vanaf 10 jaar en er zit 3 keer 90 minuten in. Oftewel, het is een detective en er zitten 3 casussen in en voor elke casus staat ongeveer 90 minuten. Maar hoe speel je het? Suspects is dus een detective en daar zijn wij gek op. En bij detectives is het altijd heel leuk, want er zijn namelijk altijd weinig regels en de regels zijn simpel. De casussen daarentegen zijn vaak niet zo heel simpel en best wel lastig om op te lossen. En zo zit het ook bij Suspect. In de doos zitten 3 casussen en alles speelt zich af in de jaren 20 à 30. Claire Harper zit in de hoofdrol. Zij is net afgestudeerd als detective en zij gaat alle mysteries oplossen. En het zijn allemaal hele uitgebreide mysteries. Dit is alles wat je aan het begin krijgt, uiteraard zonder spoilers, maar het draait allemaal om de kaarten. Inderdaad, want dat kun je bijvoorbeeld kennen van Unlock, heb je dat bijvoorbeeld ook. Ja, bijna elke detective werkt met kaarten. Inderdaad, over het algemeen geldt, als je een kaartnummer ziet, dan mag je als je wil die kaart pakken en mag je daarop lezen. Aan het begin van de casus krijg je een introductie, die mag je helemaal doorlezen en dan zie je staan onder andere neem kaart 1. Oftewel, je pakt de bovenste kaart van deze stapel, die lees je door en onderaan zie je 2 opties staan. Oftewel, je pakt kaart 36 of je pakt kaart 40. Maar er zijn nog veel meer kaarten waar je uit kunt kiezen. Want je krijgt ook deze documenten en hier staan kamers op en personen en ook die kun je bezoeken. Dus dan pak je bijvoorbeeld voor deze dame pak je kaart 14, dan ga je naar haar toe en dan spreek je met haar en dan krijg je waarschijnlijk ook daar weer meer opties. Nou, je houdt bij hoeveel kaarten je in totaal gelezen hebt en als je minder dan 30 kaarten gelezen hebt, dan hou je even een pauzemoment en ga je kijken, weet ik de 5 vragen van de casus te beantwoorden? Nou, als je denk dat je het weet, dan vul je dat in. En als je dan besluit te stoppen, want dat kan gewoon, dan krijg je voor elk goed antwoord 5 punten. Zo goed waren wij niet, meestal gingen wij door. En als je dan uiteindelijk bijvoorbeeld 46 of meer kaarten gebruikt hebt en je hebt uiteindelijk de antwoorden nog aangepast, dan krijg je voor elk goed antwoord 3 punten. Nou, je probeert zoveel mogelijk punten te scoren, want hoe meer punten je hebt, hoe beter je uiteindelijk de score van de casus is. Ja, dus ik zou gewoon lekker gokken als je de eerste 30 kaarten hebt, misschien zit er alvast een goed antwoord tussen. Hebben wij wel gedaan. Ja, hebben we wel gedaan. Werkte niet altijd, maar we hebben in ieder geval een poging gewaagd. Nou, zo werkt het dus. Je hebt dus heel veel verschillende soorten kaarten die je kan bezoeken. Dit vind ik ook erg leuk, die platte grond, waardoor je echt het idee hebt dat je naar verschillende kamers kan gaan. Dat is leuk eigenlijk dat je aan het begin al alles hebt. Dus je kan overal heen. Je weet natuurlijk nog niet zo goed waar je moet zijn. Maar aan de hand van het spelen van het spel, terwijl je dit speelt, kom je steeds meer richtingen uit. Denk je, oh, ik moet ook even daar gaan kijken of ik moet echt even met die persoon gaan praten. Er zitten dus heel veel kaarten bij. En als je dus wilt checken of je het goed hebt, dan staat alles in deze envelopjes. Hierin staat gewoon hoe het zat, wat de antwoorden waren op de vraag. En zo kun je aan je punten komen. Inderdaad, wat ook nog een leuk element is, zijn deze streepjes die je op sommige kaarten ziet staan. Dat kan namelijk een persoon aan een voorwerp koppelen. Als je bijvoorbeeld een moordwapen vindt en je ziet daar ook zo'n groen streepje op staan en je legt hem naast deze kaart en de streep loopt precies door, dan weet je dus dat deze persoon dat moordwapen vastgehad heeft. Dat zijn een soort van vingerafdruk of hoe je het ontdekt, weet ik niet precies. Maar in ieder geval zie je dan, ze horen bij elkaar en deze persoon heeft dit wapen vastgehad. Ja, dat hoeft niet altijd wat te zeggen. Maar het kan wel wat zeggen, dus zo ontdek je eigenlijk bewijs. Dus dat is ook een leuke twist. Maar wat vinden we van het spel? Geert, detective van me. Wat vind je van Suspects? Ja, het is echt fantastisch. Het zit zo leuk. Ik vind die setting vind ik heel leuk. In de jaren 30. We zetten dan een muzieklist op met passende muziek. Ik vind het gewoon leuk dat er een stoere dame in de hoofdrol zit die slimmer is dan wie dan ook. Ja, de setting is heel leuk. Het artwork is prachtig. De casussen zitten slim in elkaar. En zijn heel verschillend. Het zijn heel verschillend, inderdaad. Echt heel verschillende casussen met verschillende verhalen, verschillende dingen. Je moest elke keer weer opnieuw beginnen. Ja, want deze speelt zich af op een landgoed. Je hebt er één in een theater en één die gaat over het oude Egypte. Ja, dat zijn gewoon van die klassieke Agatha Christie settingen dat je denkt, ah, heerlijk. Dat is nog een goede toevoeging. Het is dus een Agatha Christie setting. Oftewel, iedereen die er is, kan het gedaan hebben. En het is zeg maar een afgesloten locatie. En één van deze mensen was de moordenaar. Dus het is niet zo dat er nog ineens iemand halverwege bij komt en dat die het dan gedaan heeft. Nee, iedereen die er was, één daarvan is de moordenaar. Jij moet raden wie het is. Ja, en dat maakt het extra lastig. Ja. Want na 5 kaarten denk je van, nou, waarschijnlijk is het die persoon. Is het nou echt zo moeilijk? Ja, maar ik vind dat wel leuk. Ja, want als halverwege
halverwege verhaal er nog iemand bij komt, dan denk je toch, ja, hoe had ik dat kunnen weten? Ja, want in principe kun je ook, je hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te spelen om alle kaarten door te krijgen. Nee. Dus eigenlijk als je gewoon besluit door te spelen, kom je bij alle kaarten. Maar ja, probeer dan nog maar de logische verbanden te leggen. Ja, maar als je te weinig kaarten hebt, dan stink je erin hoor. Want dan neem je de eerste de beste afslag richting het bewijs. En dat is meestal niet de goede weg. Nou ja, je hoort het al, wij zijn heel enthousiast over Suspect. En we hebben al veel detectives gespeeld, dus dat zegt van een hoop. Ik zag iets wat mij heel blij maakt. Wat dan? Kijk, hier staat een 1. Oeh. Dat betekent dat er ook een 2 komt. Ja, lijkt denk mij ik wel. Dan. Ja, ik vind dit echt zo'n zijkant waarvoor je denkt, ja, nummer 1, Claire Harper in de hoofdrol. Nou, kom maar door met nummer 2. En of dat nou met Claire Harper is of met iemand anders, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik wil gewoon meer Suspect. Ik ben het helemaal met je eens. Suspect, als je van detectives houdt, is het een dikke aanrader. Heb je nog nooit een detective gespeeld, dan is het ook een goede instap. Ja, want het is gewoon Nederlandstalig. De regels zijn heel eenvoudig. Het is ook helemaal niet bloederig. Dus je kunt het ook nog met niet al te jonge kinderen spelen. Ja, Suspect is wat mij betreft gewoon een dikke tip.